De stichting Frederik Arnold van Russel gedenkt elk jaar op 3 december de Internationale Dag van Mensen met een Beperking. In dat kader heeft zij vanmorgen dit jaarlijkse activiteit georganiseerd voor 4 instellingen die zich bezighouden met een mens met een beperking. De 4 organisaties zijn het Blindencentrum, de Kennedy School, Stichting Matuku en het SOGK. Volgens Monika Drenthe, bestuurslid van de stichting, is de activiteit vervroegd vanwege het feit dat de locatie bezet is op die dag. 3 december is door de VN ingesteld om de overheden van landen aan te moedigen de problemen van de mens met een beperking bespreekbaar te maken. Wij van de stichting merken echter niet dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan deze doelgroep. Daarom gedenkt de stichting elk jaar deze groep, zegt Drenthe. Meneer Van Russel, hij is eigenlijk op het idee gekomen om te starten met de stichting sinds 2015. Hij heeft iets, hij is een man op leeftijd en elk jaar als hij jarig werd, niet eens bigiari, maar elk jaar gaf hij dan grote feestjes. En toen is hij gaan zien van, eigenlijk is het niet zo goed. Laten we ook even denken aan de mens met de beperking. Dus hij geeft geen feestjes meer op zijn jaardag, maar dat geld van zijn feest gebruikt hij dan elk jaar voor zo'n activiteit. En ook alle andere activiteiten, dat is dit echt elk jaar dat we dit doen. Maar tussendoor doen wij ook nog wel andere activiteiten voor de mens met een beperking. En we zijn heel blij dat het toch goed is gegaan. Want de minister van Sociale Zaken was ook aanwezig. Dus ze vonden het een leuke activiteit. En vandaar dat wij dat doen. Volgens Jennifer Gulpen, vertegenwoordiger van het Blindencentrum, is de mens met een beperking een vergeten groep. Volgens haar is het centrum afhankelijk van uitnodigingen om met de leden uit te gaan. Daarom is ze heel blij met deze activiteit van de stichting. Ik vond het een fijne dag en dat ze het door kunnen blijven doen. En dat we kunnen genieten elk jaar van... Ja, dat is het. En ik heb genoten. Zijn jullie er ook elk jaar bij? Jawel. Elk jaar zijn we erbij als we uitnodiging kregen. Ja, want die mensen gaan meestal naar nergens. Als je uitnodiging krijgt, dan ga je niet. Dus die mensen willen soms ook eruit. Maar ze zien al niet. Ze hebben hun beperking, dus ze zijn altijd thuis. Jennifer Gulpen, vertegenwoordiger van het Blindencentrum. Wij spraken haar vandaag in de congreszaal na de activiteit die de stichting Frederik Arnold van Russel heeft georganiseerd voor de mens met een beperking.